We betalen steeds minder met contant geld. In 2010 was nog 65% van alle transacties met cash. En nu, 11 jaar later, is dat nog maar 32%. Gemak, hè? Pin is makkelijker. Ja, pieben, klaar. Ja. Nou, zo net dacht ik, ik koop één aubergine. Ja? 99 cent. Had ik niet. Als je nog wel met contant geld betaalt, waarvoor is dat dan? Hier op de markt bijvoorbeeld. Ja, een taxi heb ik laatst een keer met contant geld betaald, maar verder is het altijd pin. Ik was toevallig in Duitsland, in Berlijn, en daar moet je op sommige plekken moet je daar zeg maar wel contant betalen. De Duitsers die betalen nog graag met contant geld. They pay a lot of cash there, so whenever I come back from Germany, I usually have like cash in my pocket. So. Ja, dat zit er heel diep bij de Duitsers. U had geen eurotje? Nee. Oh, hoe kan dat nou? En voor dat bedragje pinnen is ook een beetje... Gaat er weer zoveel procent afgelopen, dat weet ik niet precies. Nou, volgens mij niet hoor. Gratis om te pinnen, ja. Met de pinpas, dan betaal je wel meer dan de cash. Oud geven. Lekker bekkie of een kibbelen te kopen. Deze gekocht. Maar visjes voor 's avonds lekker eten. Dus heeft u de aubergine niet gekocht? Nee, dat ga ik nou doen. What are you using cash? Like with these places, some of them don't have card machines and stuff, so... You know, you can't go up to the dealer with your bank card and be like... To the dealer? Yeah. What kind of dealer are you talking about now? Any dealer. Any dealer? The one that sells you sensation, you know. En aan het eind van de dag kun je dus zien hoeveel als je verkocht hebt over de pin. Dat is mooi, maar dit heb je niet in de vingers.